Hallo, dit is Jeffro. Vandaag ga ik je uitleggen hoe je OBS Studio kan instellen om bijvoorbeeld te streamen of op te nemen. Het eerste wat je wilt doen is zorgen dat je OBS hebt gedownload en geïnstalleerd. Dit doe je het makkelijkste door gewoon naar OBS Studio te zoeken. Ga naar de website van OBS Project. En je downloadt hier zo de installer. Nadat deze installer is gedownload, wil je gewoon volgende, volgende, volgende klikken totdat alles is geïnstalleerd en het er helemaal op staat. Op een gegeven moment kom je dus uit op een scherm zoals dit. Wat je hier wil doen is eerst wil je een scèneverzameling maken. Ik heb zo een tweede scèneverzameling gemaakt, zodat ik kan opnemen terwijl ik het laat zien. Dus je hebt hier gewoon je scènes en hier wil je bronnen toevoegen. Ik ga er bijvoorbeeld vanuit dat je, als je bijvoorbeeld een game wil opnemen, nou, laten we voor even een spel nemen die ik heb. Zelf speel ik bijvoorbeeld veel Osu. Dus als ik dit wil opnemen, dan zal ik hier het een en ander aan toe moeten voegen. Dus wat ik hier ga doen is, we gaan hier een game capture toevoegen. Game, die kan ik ook zo noemen. Normaal gesproken kan je capture elke fullscreen applicatie gebruiken, tenzij het een window mode draait. Maar als ik dit nu zo toevoeg, gaat hij hem niet zien. Nou, dat kan ik natuurlijk oplossen door dit spel veel screen te draaien. En normaal gesproken zou die dan tevoorschijn moeten komen. Is dat dan niet? Nou, dan moet je een specifiek venster opnemen. Nou, laat het nou even. Op een gegeven moment komt je game er inderdaad bij. Het kan even duren. En dan kan je inderdaad dingen met je game doen. Nu ga ik hem even sluiten, zodat ik iets beter te verstaan ben. En zo voeg je in essentie een game toe. Nu kan je bijvoorbeeld. Heel veel mensen willen natuurlijk gewoon een webcam toevoegen. Nou, dat kan heel makkelijk. Je wil een videoopnameapparaat maken. Deze noem je gewoon webcam. Dan wil je je webcam hier selecteren. Dan kan je hier je camera kiezen. Dan kan je die op elk willekeurige plek neerzetten. Wat je ook kan doen is, sommige mensen willen micro-video's opnemen of wat ze op het internet spelen. Nou, dan kun je dus een monitor scène toevoegen. Dus ik maak hier een scène. En dan zet ik hier neer beeldscherm capture. Beeldscherm 1. En dan kan ik dus een beeldscherm. Nou, dit is dus mijn primaire scherm is. En nu zie je natuurlijk dus een OBS en een OBS en een OBS. Wat natuurlijk geweldig is. En hier kan je ook weer datzelfde webcam kan je weer toevoegen. En dan heb je al een basisoverlay. Dus je kan ook heel makkelijk tekst toevoegen. Hallo. En je kan hem eventueel ook aan een bestand laten lezen. Dat betekent dus dat je een bestand kan updaten. Dat je dus heel makkelijk je tekst kan aanpassen. In principe is het niet heel gecompliceerd. Dit werkt heel simpel. Dit zijn net de basisdingetjes. Wat natuurlijk interessanter is om te weten is hoe stel je hem zo in dat het. Stel je OBS zo in dat het opnemen gaat lukken. Wat je als eerste wil doen is je ervoor zorgen dat je natuurlijk op je hoogste resolutie draait. Ik zelf zet hem dan ook hierop nu. Als je wilt gaan streamen, dan raad ik aan om te beginnen met toch 27p. Dan zou ik hem 27p zetten. Omdat je als je een goede stream wil hebben die op 1080 draait, dat is heel lastig voor andere mensen om je stream te bekijken zonder dat hun stream gaat laggen. Dus daar raad ik altijd aan, het is om 27p. In dit voorbeeld ga ik hem eerst uitleggen hoe je dus kan lokaal kan opnemen. Terwijl je zelf het ook nog wel snel kan spelen. Dus die zet je, stel je bijvoorbeeld zo in. Oké, dus lokaal opnemen. Wat je hier wil doen is, je laat hem hier zo op standaard. Je selecteert een plek waar je video's voor opgeslagen hebben. Ik heb hier zo'n YouTube plekje voor studio.
En hier maak je MP4 van. MP4 is makkelijk om mee op te nemen. Je zou eventueel meerdere geluidssporen kunnen gebruiken. Wat je daar eigenlijk mee doet is, je kan zeggen dat sommige geluidssporen, dus bijvoorbeeld de microfoon, kan je bijvoorbeeld scheiden van wat je hoort. Waardoor je dus ook dingen wat je zegt soms eruit kan knippen. Ik zelf heb dat op dit moment niet aanstaan, omdat ik er niet genoeg tijd in heb gestoken de laatste tijd. En nu kiezen waarmee je gaat encoderen. X264 is afhankelijk van je processor. Maar als je lokaal opneemt, dan raad ik aan om dit gewoon op je hardware te laten doen als je een redelijke videokaart hebt. Bij mij is het NVENC, dat is Nvidia. Voor AMD zal er zoiets staan als VCE of AMD Foundation. Dan krijg je hieronder nog wat meer opties te zien. En hier is het eigenlijk heel simpel. Wat je wilt doen is, je wil je bitrate op 30.000 zetten of hoger. Als je een redelijke videokaart hebt natuurlijk. Je preset wil je op hoge kwaliteit zetten. En je profile op high. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit hoog is. En zorg voor een goede kwaliteit. Deze video is bijvoorbeeld ook gemaakt door lokaal op te nemen met mijn videokaart. En op deze manier zou ik meestal opnemen. Heb je nou een slechtere videokaart? Dan zou je dit misschien op hoge prestaties moeten zetten. Of dit gewoon op main zetten. En je bitrate omlaag moeten gooien. Daar moet je gewoon een beetje mee spelen. Wat ik bijvoorbeeld doe is gewoon, hoe ik het heb getest is door gewoon een paar potjes Counter-Strike te spelen. En gewoon te kijken van, gaat het goed met mijn video's? Lagt die niet? Dus dit zijn mijn instellingen voor het lokaal opnemen. Wil je nou streamen? Streamen zou ik een compleet andere configuratie gebruiken. Waarom? Als je begint te streamen op Twitch, dan krijg je geen quality options. Dat is heel vervelend voor je kijkers. Je kijkers kunnen dus alleen maar op één manier je stream bekijken. En als hun internet niet voldoende is om je stream te bekijken, dan gaat hij laggen en dan staat hij de hele tijd buffering. En dan kunnen ze niet de stream goed kijken. Dus hiervoor heb ik hele andere instellingen. Hiervoor zou ik zelf kiezen voor X264. Ja, dus die wil je op X264 zetten. En wat ik hier dus ook doe is, hier stream ik op 30 fps, 720p. Ik laat hem dus omlaag schalen. Omdat 1080p of 60 fps, dat is gewoon te zwaar voor hoe je wilt streamen. En ik zou de bitrate dus op 2500 zetten. En de tijd tussen keyframes moet op 2. Dit is aanbevolen door Twitch. Twitch wil dat je dit doet. En ik heb mijn CPU gebruik op fast te staan. Sommige computers wil je hem vastzetten, sommige very fast. Ik heb alleen gemerkt dat fast bij mij het beste werkt voor streamen. Voor andere instellingen hoef je niet heel erg naar te kijken. Je kan bij audio moet je natuurlijk wel inschakelen dat je het gewoon standaard instellingen doet. En dat je microfoon wil gebruiken. Daarom zou je dus ook meerdere audio streams kunnen gebruiken. Wat natuurlijk ook van belang is dat jij je key invoert. En je stream key, die kan je vinden op de website van OBS. Als je op je dashboard zit, kan je hier op stream key klikken. Show key, I understand. En dan staat hier je key. In dit voorbeeld ga je de key natuurlijk niet zien, die ga ik eruit blurren, zodat je het niet kan zien. Maar deze key wil je hierin plakken. En je wil streamen naar een goede server. Amsterdam is meestal een goede, Frankfurt en Londen. Die drie servers zijn meestal het beste. Ik heb wel eens gemerkt dat Amsterdam niet altijd even lekker reageert. Ik ga zelf meestal gewoon voor Frankfurt. Frankfurt is namelijk een mooi centraal punt in Europa. Waar dus alle internetlijnen dus verder worden verspreid. Dus daar ga ik meestal voor. En dat is eigenlijk hoe je het wil instellen. Overlays. Het kan natuurlijk zijn dat je een spel als League of Legends speelt en je wil natuurlijk meer in je overlay laten zien. Nou, wat ik bijvoorbeeld dan doe is, ik maak een nieuwe scène. League Client. Dan beginnen we eerst eens met een afbeelding toe te voegen.
Oké. Okay. Een van mijn laatste overlays die ik destijds heb gebruikt is deze overlay. Nu zie je er nog niet veel aan, maar we gaan dit iets verbeteren. Laat ik eens even inloggen op Leak. Zodat we even een voorbeeld hebben. Oh, ik zie dat hij automatisch switcht. Laat ik die even uitzetten. Oké. Oké. Dus heb je een client. Deze zou je kunnen toevoegen met een venster capture. Omdat dit niet echt direct een game is, dit is gewoon de buitenkant. Dus ik ga hier een nieuwe toevoegen. En hij ziet al direct, hey, je hebt een leak client. Omdat ik er niet veel heb staan. En ik druk op oké. Nou. Mijn overlay was gemaakt voor de vorige versie van League of Legends. Dus mijn client is eigenlijk net iets te groot. Maar ik ga niet moeilijk doen. Ik leef er nu al even mee. En dan voeg ik de andere afbeelding toe. Overlay top. De volgorde van hoe jij je dingen toevoegt is van belang. Want als dit bijvoorbeeld hieronder zou staan, zou je het niet zien. Dit werkt net een beetje als Photoshop bijvoorbeeld. Hetgeen wat onderaan staat, wordt ook onderaan getoond. En hetgeen wat erboven staat, wordt erboven toegevoegd. Dus wat je hier bijvoorbeeld ook in deze overlay zou willen toevoegen, is natuurlijk je webcam. Ik heb hier al, we hebben al een keer een webcam gemaakt. En ik zou mijn webcam dus bijvoorbeeld daar neerzetten. Alleen nu ziet het er raar uit, omdat deze webcam in dit lijstje staat hierboven. Dus deze gaan we hier naar onderen zetten. En dan blendt hij in één keer netjes in met de scène. Wat je natuurlijk ook nog kan doen is... hier natuurlijk notificaties toevoegen, chat, whatever. Ik gebruik bijvoorbeeld TippyStream. TippyStream is een makkelijke website. Daar kan je ook een... Hoef je alleen maar één keer, hoef je het goed in te stellen en kan je gewoon alles instellen. Log even in. En in principe, ik heb hier dus al mijn scène al, maar ze hebben hier ook tutorials. Dus hier kunnen ze je uitleggen hoe het verder werkt. Maar ik heb bijvoorbeeld inderdaad hier zo een alertbox. En we hebben hier een URL. Die URL is van belang. Want die wil je toevoegen met je browser source. Dus we gaan dit toevoegen. En dit ding is 29x1080. Nou, als het goed is, dan gaan we dit even kleiner maken. Nu hier zo. Gaan we even terug naar het dashboard. We moeten even iets testen. We gaan hier naar de alertbox. En we gaan even een test alert doen. Bijvoorbeeld, ik krijg een donatie binnen. Een random amount. We horen nu dubbel. We horen het dan net even dubbel, omdat ik zowel... Omdat beide streams aanstaan, eigenlijk. Maar in principe is dat het idee. Dus met TippyStream kan je dus heel makkelijk dingen toevoegen. En maakt de drempel iets lager om het uit te voeren. Ik denk dat dat eigenlijk alles is voor nu. Hebben jullie vragen? Stel ze in de comments. Of stuur mij gewoon een PM. Dat is ook prima. Ik wil jullie een fijne kerst wensen. En als je het kijkt is het misschien geen kerst meer. Maar ja, whatever. Ik release het op kerst. Dus ja, ik wens jullie een fijne dag verder. Fijne kerst. En ik zie jullie later. Peace out.